vrijdag de 13e in oktober 2017. Nou, hoe is het mogelijk, weet je wel? En dan, ja, dan zie je gewoon de uitslaande brand. Ja, dat was een hele droevige dag. Nu, ruim 4 jaar later, is het wel een vrolijke dag. Het nieuwgebouwde zwembad in Bergen wordt met water gevuld. Het startsein hiervan is samen met Jolijn. Zij stuurde vlak na de brand een tekening naar de gemeenteraad met een duidelijke boodschap. Ik wil het zwembad terug. Het was eigenlijk wel heel leuk deze week, dus ik wou wel dat het terugkwam. Ja, je hebt nu even rond mogen kijken. Denk je dat het net zo leuk wordt? Ja, ik denk het wel. En we hebben verschillende kinderen die hebben een tekening ingediend. En die hebben op een gegeven moment in de hal van het gemeentehuis gehangen. En van Jolijn was de tekening van, ik wil het zwembad terug. En niet terug, nee, terug. En Klaas Valkering, die heeft haar tekening uitgekozen van, nou, Jolijn moet er gewoon bij zijn van, bij het vullen van het zwembad. Want ja, zij wilde haar zwembad terug. Nou, daar zijn we nu druk mee bezig. Dit moment werd ook gelijk aangegrepen om mensen rond te leiden door het hele gebouw De Beek. Nou, ik heb net mijn eerste ronde door De Beek gemaakt. Ik vind het fantastisch. Ik vind het fantastisch hoe multifunctioneel is opgezet. Ik ben hartstikke trots op de nieuwe raadzaal. Die ziet er echt fantastisch uit. Het zwembad, de sportzaal, de biljartzaal. Het is allemaal, ziet er hartstikke goed uit. Het is heel erg duurzaam. Kijk naar de huidige energieprijzen. Je ziet die stijgen. Dus het is heel goed als je een heel duurzaam en goed geïsoleerd zwembad bouwt, waarin de installaties ervoor zorgen dat de warmte binnen blijft en weer hergebruikt wordt. En dat gebeurt in dit zwembad. Ik vind het heel mooi. Maar of ik het mooi vind of niet, dat maakt niet zo heel veel uit. Het gaat er nu om dat al die verenigingen die hier in de Oude Beek zeg maar hun plek hadden, dat die nu allemaal weer terug kunnen komen. En die zijn uitgespreid over Alkmaar of over Heilo of waar ze ook heen zijn gegaan. En die hebben allemaal, en tenminste ik hoor regelmatig dat mensen zeggen, wanneer is die beek nou klaar? Want dan kan ik daar weer naartoe. En ik zie er echt heel erg naar uit dat we hier straks, ik begreep rond 1 september, echt naar binnen kunnen en aan de slag kunnen. En dat Bergen verdient wel zoiets moois. Maar dit is wel echt wel heel erg mooi en echt om heel erg trots op te zijn.